Welkom bij een nieuwe aflevering van Zorgkast, de bijbepodcast voor zorg en hulpverleners. Vandaag is Wim Burgraaf aan het woord, geestelijk verzorger bij Lely Zorggroep. Vandaag wil ik met je nadenken over het thema persoonsgerichte zorg. Het Bijbelgedeelte dat ik je voorlees komt uit Markus 10, vanaf vers 46 tot 52. En zij kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timeus, Bartimeus de Blinde, aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarene was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, zoon van David, ontfermt u over mij. En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou, maar hij riep des te meer: Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinden en ze zeiden tegen hem: Heb goede moed. Sta op, hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei, Wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, Raboni dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Moeilijke cliënten, veel eisend. Elke hint om verder te moeten gaan naar de volgende cliënt wordt vakkundig genegeerd. Soms best vermoeiend. En dat is feitelijk wat Jezus tegenkomt in deze geschiedenis. Hij is onderweg naar Jeruzalem en de reis gaat door de stad Jericho. Er zijn veel mensen op de been, veelal onderweg naar Jeruzalem, om daar het aanstaande Pesachfeest te vieren. Ter herdenking van de bevrijding uit de Joodse slavernij uit Egypte. En voor veel bedelaars was dit een mooie kans om wat geld te kunnen krijgen. Zoveel mensen als er langskwamen. En zo is ook Bartimaeus langs deze doorgaande weg gaan zitten. Hij is blind en is in die tijd dus afhankelijk van de gulheid van anderen. Bartimaeus kan dan wel niet zien, maar zijn gehoor is des te scherper. Hij vangt op. Dat Jezus van Nazareth in aantocht is. Ongetwijfeld heeft Bartimaeus gehoord van de wonderen die deze Jezus deed. Dat ging immers als een lopend vuurtje door het land. Steeds waren er grote mensenmassa's op de been wanneer Jezus ergens verbleef. Wellicht zouden ze getuigen worden van een wonder. En dat is ook precies wat Bartimaeus heeft bedacht. Als de verhalen waar zouden zijn, dan zou deze Jezus hem mogelijk ook kunnen genezen van zijn blindheid. En zo, zo begint hij te roepen om de aandacht van Jezus te trekken. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Ik vind dat mooi. Bartimaeus die ervoor gaat. Hij laat zich niet de mond snoeren door de mensen die hem aanspreken op zijn aandachttrekkende gedrag. Hij laat zich niet de mond snoeren door gedachten in zijn eigen hoofd, als zou hij Jezus aandacht niet verdienen of waard zijn. Maar hij doet alles wat in zijn vermogen ligt om Jezus aandacht te trekken. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Soms komen we dat in onze zorgpraktijk ook tegen. Mensen die een beroep doen op onze aandacht. Soms zelfs op zo'n manier dat we dat als onwenselijk beschouwen, claimend of veel eisend. Maar echte aandacht gaat veel verder dan alleen de afgesproken en nodige zorg leveren die in het zorgplan staan beschreven. Even tijd voor een praatje. Niet alleen maar aandacht voor de kwaal of de beperking, maar aandacht voor de persoon zelf. Immers, de cliënt is toch niet alleen maar de optelsom van de kwaal of beperking alleen? En het lukt. Jezus stopt. Hij staat stil en laat Bartimaeus bij zich roepen. En dan gebeurt er naar mijn idee iets absurds. Jezus stelt Bartimaeus de vraag: Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Laat dat eens binnenkomen. Alsof Jezus niet ziet wat er loos is. Alsof Jezus niet begrijpt wat de grootste nood is van deze man. Terwijl dat, mijn inziens, toch overduidelijk moet zijn. En toch, toch stelt Jezus deze vraag. Hij vult het niet in voor Bartimaeus wat hij nodig zou hebben. Nee, zelfs Jezus laat Bartimaeus zelf vertellen wat hij het liefste zou willen ontvangen aan hulp. En Bartimaeus mag vertellen: Hij wordt serieus genomen. Jezus luistert naar hem. Hij vult niet in, hij laat Bartimaeus zelf de vraag stellen. Een belangrijke les in ons werk. Niet de automatische piloot laten bepalen wat we doen, maar openstaan voor de vraag die leeft bij de ander. We kunnen Jezus' stijl van zorgverlenen wel proberen na te volgen, maar tegelijkertijd realiseren we ons elke dag dat er grenzen zijn waar we tegenaan lopen. Jezus kan de vraag van de man volledig beantwoorden. Helemaal. Bartimeus wordt genezen. Dat kunnen wij niet. In de meeste gevallen zijn we niet gericht op genezing, maar juist op goede zorg in de omstandigheden. En toch, ik vind het hoopvol dat Jezus laat zien dat hij alle macht heeft. Als een vooruitgeschoven baken van hoop van het komende koninkrijk van God. Gods koninkrijk is aanstaande. Het doet me denken aan de woorden van een opwekkingslied. Tot aan die dag wil ik horen wat u zegt en uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk. Het is mijn wens dat deze podcast daar helpend in mag zijn. Doen jullie ook mee in het luisteren? Laten we met elkaar bidden. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u mens bent geweest, waardoor u weet hebt van de moeite die wij kunnen tegenkomen in ons werk of in ons persoonlijke leven. Ontfermt u zich over ons. Help ons zoals geen ander helpen kan. Geef ons geduld en liefde om anderen te mogen helpen, maar bovenal vervul ons met de hoop van het komende koninkrijk van u. Laat die hoop onze drijfveer mogen zijn om de hulpvragen van onze naaste medemens te mogen beantwoorden. Amen. Bedankt voor het luisteren naar Zorgkast. We wensen je een gezegende werkdag toe. Zorgkast is een initiatief van de IZB en Lely Zorggroep.